Ja, wat een dag, wat een leven, wat een tijd waarin wij leven, ongelooflijk. Ik ga even uit de wind staan. Ik loop mijn dagelijkse rondes als ik in Amsterdam ben en als ik veel rust neem, dan ga ik ook vaak 's avonds wandelen om mijn hoofd leeg te maken, mensen bellen, berichten sturen. En zo nu heb ik net weer bepaalde informatie tot me genomen. Ook over Mavis, Alicia Andrews. 8 januari wordt ze uit het land gezet. Heel schandalig, heel onbehoorlijk, heel afschuwelijk. Voor haar kinderen, voor haarzelf, voor haar familie, voor ons die haar kennen. Grote nederlaag voor de waarheid. Grote nederlaag voor normen en waarden die dit land ooit heeft gehad. Maar nu, dit land heeft geen normen en waarden meer. De regering heeft geen normen en waarden meer. Politie is zo druk, ze rijden rondjes, ze doen van alles. Maar ze zijn niet wakker wat er werkelijk gebeurt. Waar ze werkelijk hun toewijding aan geven, mensen. Dus daarom dat ik ook live kom, mensen. Ik heb even gewacht ook. Ik denk de kerstdagen. Mensen moeten ook genieten. Mensen moeten ook een leuke tijd kunnen hebben. Is ook belangrijk. Ik heb ook genoten. Ik ben naar de kerk geweest. Ik heb ook familie ontmoet. Dus ik ben ook zelf druk bezig met mijn privéleven. Dat zijn ook allemaal dingen die ja, veel urgentie nu hebben. Ook mijn rust nemen. Want ja, niemand heeft er wat aan als ik de hele dag bleek rondloop. En als ik de hele dag met ingezakken wangen loop. Ik kan de strijd niet voeren als ik er slecht en belabberd bij loop. Ik heb heel veel slaapachterstand. Even kijken hoe ik mijn telefoon goed kan vasthouden, mensen. Dus ik zelf zit een beetje te broeden op wat acties. Het animo is heel laag deze dagen. Ik verwacht zeker wel wat 8 januari op het Museumplein, 15 januari op het Museumplein. En ja, Mavis heeft al, lijkt het erop, een beetje de handdoek in de ring gegooid. Ze wil niet dat we gaan protesteren voor haar. Petitie tekenen is ook niet nodig. Dus ze heeft waarschijnlijk al een plan om in het buitenland haar strijd voor te zetten. We zullen voor haar bidden, we zullen met haar in contact blijven. Ik denk dat ze naar de Dominicaanse Republiek wordt gestuurd. Dus dat moeten we even afwachten. En voor de rest, ik zou graag een actie willen doen, daarom dat ik ook live ga. Ik wil ook een beetje samenspraak hebben. Ik wil een beetje in communicatie treden. Ik wil graag. Gaat lekker slapen, man. Ongelooflijk, de comments tegenwoordig deze dagen. Ik wil zelf persoonlijk wil ik een actie gaan neerzetten in Utrecht bij het hoofdkantoor van Het Vergeten Kind. Ik heb bewijsmateriaal in handen gekregen dat de instelling duidelijk een controlled opposition is en handje in handje loopt met de elite. En ik wil graag een actie neerzetten daar om te vragen wat ze met de 2,5 miljoen euro gaan doen. Gaan ze ouders compenseren? Gaan ze ouders helpen met rechtszaken? Het vergeten kind. Gaat het alleen om kinderen die slechte ouders hebben, die verwaarloosd zijn door de ouders? Of gaat het ook om ouders die goede intenties hebben, die gedupeerd worden door de overheid? Die gedupeerd worden door instanties die met de overheid samen scholen? Nou, toevallig samenscholen. Morgen is er ook een actie in Den Haag voor de samenscholing. Duidelijk wordt gecreëerd individualisme. Iedereen is een digitale gevangenis. Ik heb vandaag ook twee video's gedeeld over het World Economic Forum. Ze willen ons duidelijk helemaal mind controlen, brain controlen en zombies maken, weet je. Het is ongelooflijk. En ik ben boos, mensen. Ik ben moe. Ik ben moe van deze maatschappij. Zoveel goede intenties, zoveel goede mensen. Alleen, ja, we vechten niet tegen een house of cards, weet je. David Icke zegt de elite is een house of cards. Ik zeg, de elite is geen house of cards. Hun leugens zijn de house of cards. Als je eenmaal een paar leugens doorziet, dan valt het hele kaartenhuis in elkaar. Alleen, het systeem is sterk. De politie werkt eraan mee. Ik was laatst, waar waren we? We waren in Amsterdam-West daar, bij het Belastingdienst. Ik loop daar even weg om even naar de wc te gaan en ik kijk even in het parkeergarage. Geloof me, meer dan 15 auto's van de douane. Wat doen de douane daar? Je denkt dat wij alleen strijden tegen de politie. We hebben de douane, we hebben de marechaussee, we hebben de undercovers. Kijk naar Mike gisteren. Mike wordt zomaar staande gehouden en gedwongen zonder papieren bewijzen om boetes te betalen. Hij werkt natuurlijk niet meteen mee. Hij gaat in discussie. Wat zeggen ze? We slaan je ruiter uit. We arresteren jou met geweld. Is dat een normaal land? Is dat een land waar ik mij veilig moet voelen als activist?
Ik voel mij niet veilig. Elke keer als ik een politie zie, word ik nerveus. Elke keer weer als ik een actie doe, ben ik bang. Niet dat ik me laat gaan, maar dat ik weer een wet overtreed en dat ze me daarop pakken. Mijn hoge beroepszaak komt dichterbij. Denk maar niet dat zij mij niet aan de hoogste boom willen gaan hangen. Hier. Hier is een boom. De hoogste boom zullen ze mij hangen in het hoge beroep. En dat is de muizenval die ze voor je zetten, de rattenval die ze voor je zetten. Ze willen je kalmeren, ze willen je rustig maken, reclassering, mooie woorden, mooie gesprekken. Je doet alles om een normaal leven te leiden, maar hoe kan je een normaal leven leiden? Als je een publieke figuur bent als ik, als je zoveel onrecht te maken krijgt als ik, als je zoveel dingen nog steeds hebt lopen, als je nog steeds zo onder controle staat. Ik heb gewoon mijn baan opgepakt. Ik probeer alles te connecten met het geloof, met goede dingen, goede zaken. Uiteindelijk, als jij tegen de overheid strijdt, je bent nooit veilig. Ze gunnen je geen rust. Ze gunnen je geen bestaan. Ze hebben mij een woning beloofd. In het begin dat ik net uit de gevangenis kwam. Max, we gaan voor jou een woning regelen. Tot op de dag van vandaag is de eerste steen van het huis nog niet gebouwd. Niks doen ze voor je. Ze houden je aan het lijntje. Sowieso toen ik uit de gevangenis kwam, had ik een enkelband. Kon ik niet eens naar het buitenland gaan. Terwijl ik in de gevangenis te horen kreeg, Max, het is beter voor jou als je vrijkomt. Je bent te diep gegaan in de revolutie, te diep gegaan in de strijd. Het is beter als jij naar het buitenland gaat. De laatste, kom je vrij met een enkelband, mag je niet eens naar het buitenland. Alles wat deze mensen doen is satanisch. Alles wat deze mensen doen is verwarring. En dat noemen ze mij verward. Terwijl alles wat om je heen gebeurt, prikgenocide, armoede. Ik hoor mensen met gasrekeningen, ik hoor mensen met rekeningen. Het is ongelooflijk. Mensen zetten dat niet op Facebook. Ik ben iemand, ik deel veel online. Daarvoor word ik ook gewaardeerd. Maar er gebeurt hier achter de voordeur crisis op crisis. Pijn op pijn, ellende op ellende, probleem op probleem. Mensen gaan echt helemaal failliet deze dagen. En dan zegt iedereen een vrolijke kerst, fijne feestdagen. Terwijl ondertussen mensen niet eens een leuke diner kunnen kopen. Want dat zit er gewoon niet meer in. Ik heb heel veel mooie berichten gezien, fijne feestdagen, heel veel grappige berichten. Daar lach ik ook om. Leuke dingen op Facebook. Niet iedereen ligt aan de grond. Maar we moeten blijven strijden en daarom ook deze oproep, mensen. Wil je met mij samen actie neerzetten? Ik kan ook alleen gaan, geen enkel probleem, dan ga ik alleen. Maar als je met me mee wil gaan, dan ga ik naar Het Vergeten Kind. Serious request, ik zal nog wat berichten erover delen. Over die acties hebben 2,5 miljoen volgens mij opgehaald. We moeten daar eens gaan vragen, wat doen jullie nou met het geld? Wat zijn jullie me nou mee bezig? We kunnen wel weer online allemaal acties doen. Ik zie ook dat petities niet meer van de grond komen. Petities worden ook niet meer ondertekend. Het is tijd, mensen, dat we gewoon strijden zoals vroeger. De straat op gaan, iedereen zijn verschillen opzij zetten, verschillen van mening, verschillen van gedachten, positief denken. 8 januari Museumplein, 5 januari Museumplein en dan op het Museumplein moet weer een beetje het volk gaan verenigen. En wat kan ik zeggen? Ik ben nog steeds bezig met connecten. Ik kom op allerlei plaatsen waar ik nooit ben geweest. Ik probeer mensen wakker te maken. Ik probeer ook mensen om hulp te vragen. Van wat met mij gebeurt, weet je. Het gebeurt niet alleen met mij. Er zijn veel mensen in dezelfde situatie. Je wordt gewoon een slaaf gemaakt van het Openbaar Ministerie. Je wordt gewoon een slaaf gemaakt van leugens. En ik laat er niet bij zitten. Ik geloof in de Almachtige God. Ik bid dag en nacht. Ik buig mijn knieën dag en nacht. Ik zeg, God, help mij. Ik ben een gevangene in Nederland. Ik ben een gevangene in dit systeem. Dus veel acties zijn nodig, denk ik. En bewustwording nog steeds heel hard nodig. Dus tuurlijk. We kunnen allemaal zeggen, gelukkig nieuwjaar. Er zijn ook nog genoeg lichtpuntjes. Er zijn ook nog genoeg dingen waar je van kan genieten. Maar ik denk wel dat we moeten realiseren dat dat we gewoon in een trechter zitten. En uiteindelijk vallen we allemaal naar beneden. En alle mensen die voor het goede strijden, moeten zichzelf afvragen. Hoe ver wil ik gaan om dit te forceren? Want hun forceren ook alles. Maar ik zie bij heel veel mensen staan nog op de handrem. En ik denk dat we schouders eronder moeten zetten. En dat heel veel mensen die online allemaal berichten plaatsen en comments, dan denk ik wel eens, deze persoon die dit allemaal zegt, die allemaal kritiek heeft op mij of op iemand anders,
wat doet deze persoon zelf? Wat heeft deze persoon zelf de afgelopen jaren neergezet in het verzet, op straat, in de confrontatie met politie, met de overheid? Er zijn heel veel toetsenbordhelden, er zijn heel veel mensen die adviezen gratis rondstrooien en die zelf hun nek nog nooit hebben uitgestoken in real life. Dus laten we vooral uit die illusies komen dat het allemaal zo makkelijk is om de overheid te bestrijden en om het licht te brengen op straat. Want het zit een hele hoge prijskaartje aan. Dus dit zijn zomaar wat gedachten weer die ik even deel. Want ik hoor ook dat er heel veel vraag is naar revolutionair gedachtegoed. Maar het is niet makkelijk om het te verspreiden. Want je komt al heel gauw onder de guillotine te liggen. En ja, ik heb mijn prijs betaald en ik blijf doorgaan. En ik zal nooit opgeven. Maar ik kan wel zeggen dat er voor mij ook een hele hoge prijs te betalen is binnenkort bij de hoge beroepszaak. En helaas kan ik dat dus niet delen. Mijn advocaat adviseert mij om te zwijgen. En in deze ben ik het met de advocaat eens. Maar ja, vooral wil ik zeggen, feestdagen of niet, kerstgedachte of niet, nieuwjaar of niet, verenig en zoek de protesten alsjeblieft op. En ja, ook al denk je het heeft allemaal geen zin, ik vind toch dat we de straat op moeten gaan en dat het wel degelijk mensen kan alarmeren en bewust kan worden, bewust kan maken. En het is allemaal mooi, weet je, om weer de boerenprotesten af te gaan wachten. Of te wachten tot we weer naar Brussel gaan. Of te wachten tot er weer een CBDC-relletje komt. Dat mensen weer massaal naar Den Haag zijn gekomen. Wat heel mooi was. Wat ik ook als een hoogtepunt zie. Maar ik denk dat het heel goed is als mensen zoals ik en gelijkgestemden zelf de commotie creëren. Ze noemen ze truth bombs gooien. En dat we massaal ook gewoon daar proberen steun aan te bieden. Bijvoorbeeld Clint van Hoof. Die nu een hele mooie actie probeert neer te zetten met nog een paar mensen om zich heen op 8 januari. Ja, dan kan je betwisten of Museumplein de geschikte plek is om zoiets te doen. Waarom niet het Malieveld, waarom niet het Koekamp, waarom in het weekend. Maar we hebben toch gemerkt dat alleen in het weekend hoge opkomsten zijn bij de demo's. We zitten dus in een bepaalde fuik van dat wij worden weggezet als uitkeringtrekkers, als werkelozen, als gekkies. Terwijl heel veel mensen gewoon 5 dagen in de week zwoegen. En in de weekend zelfs nog een extra dag inzetten voor een protest. En dat is heel benoemenswaardig, dat is heel respectvol, dat is heel mooi. En daarom dat we dus ook niet moeten onderschatten dat we in het weekend eigenlijk alleen maar massa kunnen creëren en door de week niet. Dat is gewoon een feit. Of er moet zoiets schokkends gebeuren, zoals ook in de coronacrisis, dat mensen wel 's avonds ineens op het plein stonden. Dat mensen 's avonds ineens naar Den Haag gingen. Omdat er zo hoge nood was gecreëerd. Nou, die nood is nooit weggegaan. Er is nog steeds een extreem hoge nood. Alleen, helaas, er zijn op dit moment niet echt vaandeldragers in frontliniestrijders die de mensen dus kunnen oproepen om naar Den Haag te komen in de avonduren. We hebben geprobeerd fakkeltochten hier en daar. Ik heb ook mijn promoties gedaan. Je krijgt allemaal likes online. Je krijgt allemaal bevestiging online. Maar de fakkeltochten ook worden niet goed bezocht. Tegenwoordig het is een lage opkomst op de meeste plekken. En Den Haag, ja, was ook een hele lage opkomst. En de politie heeft het meteen al verstrooid en verpest. Met dreiging van arrestaties en allerlei toestanden en boetes. Dus de oproep is mensen, steun degene die het protest organiseren. Ook al ben je het misschien niet altijd eens met van alles. Steun het, benoem het. En wacht niet op Poetin, wacht niet op een Donald Trump. Ga niet wachten op Bolsonaro en de crisis daar in Brazilië. Wat zag ik nog meer vandaag? Ja, van allerlei landen waar van alles gebeurt. Peru. Hier in Nederland, wij zijn alleen verantwoordelijk voor onze eigen dorpen, onze eigen steden, onze eigen provincies, ons eigen land. Hier, jij en ik, wij zijn medeplichtig aan wat hier gebeurt. Want we leven in een zogenaamde democratie. Dus elke bewoner, en dan heb ik het alleen over de volwassenen, 18 plus, is verantwoordelijk voor het beleid wat hier wordt uitgevoerd. En Klaus Schwab heeft niks over mijn leven te zeggen. Klaus Schwab en al zijn geheime agenten, ze hebben niks, ze zijn onder mijn voetzolen. Dit is wat ze zijn. Het is
niets waardig wat ze met mij willen doen of met jou willen doen. Ik heb daar nul respect voor. Ik heb daar 6 maanden voor gebrand in de gevangenis. Voor de leugens. Voor de onderdrukking. Voor de slavernij. Voor die vaccinaties. Voor die QR-code. Daarvoor heb ik in de gevangenis gezeten. Maar ik heb niet getreurd. Ik heb mijn traantjes gelaten in de gevangenis voor hele andere dingen. Niet omdat ik het zo erg vond om in de gevangenis te zijn. Alleen, het gaat erom dat je het niet accepteert. En dat is ook mijn boodschap geweest aan de deur van Hugo de Jonge. Aan de deur van mevrouw Kaag. Is dat je uit liefde voor je volk opstaat. Uit liefde voor je mensen. En dat je zegt, tot hier en niet verder. Hier is mijn grens bereikt. Je gaat hier nu mee stoppen. En ze luisteren toch niet. Nee, ze zullen niet luisteren naar een eenling als ik. Maar ze zullen wel luisteren als er 100.000 mensen daar dagenlang bij de Tweede Kamer staan. En ik snap niet waarom dat niet gebeurt. Dat is bij mij gewoon een heel groot vraagteken. Waarom gaan mensen niet massaal dagenlang naar Den Haag bij de Tweede Kamer protesteren? Totdat er iets verandert. En dat is gewoon het individualisme. Iedereen leeft op zijn eigen eilandje. Iedereen leeft in zijn eigen bubbel. Dat is de reden. Het volk is niet verenigd. Wanneer je in andere landen ziet, wanneer er iets schokkends gebeurt, mensen gaan hoe dan ook allemaal samenwerken en allemaal staan ze er. In Nederland en in veel andere landen is dat gewoon heel moeilijk. En dat is een groot verdriet, een grote teleurstelling. Maar ik zal altijd mijn nek uit blijven steken met 1 man of met 2 man of met 100 man of met 1000 mensen. Ik zal altijd opkomen voor de waarheid. En dat is ook mijn boodschap voor het nieuwe jaar. Geef niet op, laat je niet kennen, laat je niet kisten, laat je niet misleiden, laat je niet onderdrukken. Zeg nee tegen hun leugens, tegen hun moordpraktijken, tegen hun massa-indoctrinatie, want dat is het. Wat je allemaal hoort, wat er op scholen gebeurt, wat je allemaal in de media ziet. Drag queens, het is de nieuwste rage, alles draait tegenwoordig om drag queens. En de berichten, ik moet al bijna kotsen als ik er naar kijk, dus ik kijk er ook niet naar. Maar ik weet dat dit al jarenlang voorbereid is, dat het al jarenlang ingemasseerd is. Deze hele wereld, deze hele maatschappij is zo satanisch. En de meeste mensen, ja, die kijken alleen naar hun eigen portemonnee, hun eigen kring. En zolang het daar nog allemaal redelijk gaat, zullen ze niet opstaan. Nou, dan gaan we dus kijken of er deze winter alweer een extreme crisis wordt gecreëerd. Of dat we misschien weer wat uitstel krijgen. Ik ben benieuwd. Maar blijf strijden mensen, blijf opgewekt, blijf positief. En ja, je zult van mij horen deze dagen, want ik ben furieus. En ik ben zeker nog steeds op mijn missie en ik geef nooit op. En ik zal ook vaker naar het buitenland gaan, daar kan ik ook geen geheim van maken. Ik heb ook een relatie momenteel waar ik mee bezig ben in het buitenland, in Duitsland. Dat is ook voor mij heel belangrijk, want ik kan niet alleen zijn. Ik heb ook een steun nodig, een toeverlaat. Ik ben ook een mens. Dus ja, zet hem op mensen. Mijn hart is voor jullie, mijn hart is voor Nederland, mijn hart is voor God en het licht zal altijd blijven schijnen. En al zouden wij alle crisissen nog steeds moeten incasseren, laat het nooit, geef nooit de moed op, geef nooit op mensen. Blijf altijd positief denken, blijf altijd het licht zien, blijf altijd geloven dat waar jij voor staat, dat dat veel belangrijker is dan wat andere mensen doen. Wat andere mensen doen is hun eigen verantwoordelijkheid. Het enige wat we kunnen doen is mensen inlichten, waarschuwen, informeren. Als ze niet willen luisteren, blijf ze respecteren. Tuurlijk, ik distancieer me van mensen die wappies haten, die lichtwerkers niet respecteren, die God haten en die alles wat wij zeggen bagger op lopen te gooien. Daar distancieer ik mij van. Ik ga alleen met strijders om deze dagen. Je gaat mij niet zien met mensen die een hele andere mening creëren. Ik hou van ze, ik respecteer ze, maar ik kan daar niet te veel tijd mee doorbrengen. Ik heb daar geen tijd voor. Ik heb mijn missie, ik heb mijn doel. En met die mensen die hetzelfde denken, daar zal je mij mee samen zien. Dus zet hem op mensen, steun Joost, steun Micha. 4 januari staan we weer voor Micha daar bij de rechtbank. Het is ongelooflijk wat een leugens mensen te horen krijgen. Daders zijn slachtoffers, slachtoffers zijn daders. Het is ongekend. En ja, kindermisbruik, daar ga ik sowieso nog een bericht over plaatsen. Want dat moet ook nog steeds heel duidelijk worden geproclameerd over dit land. Dat dit dus niet acceptabel is. En ik moet alle pedohunters ook steunen. En ze moeten echt gesteund worden door het volk. Want ze worden natuurlijk enorm tegengewerkt door justitie. Zoals ook laatst een bericht is gekomen in de media.
Nederland heeft geen georganiseerd kindermisbruik in zich. Ik denk, hè? Huh? Oké, en Argos dan? En al die andere berichten dan? Nee, de media zegt het, het onderzoek zegt het, dus dan de wetenschap. Dan zeggen mensen, ja, het is onderzocht door mensen. Er is geen georganiseerd kindermisbruik in Nederland. Oké. En wat kun je dan even uitgebreid het rapport delen? Welke onderzoeken zijn gedaan? Welke berichten zijn bekeken? Welke mensen zijn verhoord? Zo werkt de media. Ze plaatsen een bericht. Zandrover. Struisvogel. Stop zijn kop in de zand. We hebben het onderzocht. En zo heb je nog veel van die onderzoeken. Altijd weer met de mantel der liefde wordt het weggestopt. En alle klokkenluiders worden niet gehoord, niet begrepen. Complotdenkers. Je wordt gewoon weggestuurd. Net als met alle WOP-verzoeken, je hoort er niks over. Zoveel WOP-verzoeken over zoveel goede dingen, je hoort er niks over. Het is ongelooflijk. Nou, in ieder geval weer een paar domme vragen hier. En ja. Dus, fijne avond mensen. Ik wil zeker positief eindigen, maar... Het is niet 11:55, het is, we zijn al over 12 heen, weet je. Zolang de genocide plaatsvindt, kan je niet spreken van een status quo. Je kan niet spreken van alles komt goed, het is allemaal mooi en wel. Nee, je kan niet zeggen we zitten nu in jaar 40 en we wachten op jaar 45. Er worden elke dag nog steeds gewoon de meest vreselijke dingen gedaan met mensen in dit land. Dus ik ben in opperste staat van paraatheid, ik ben in opperste staat... van intens verdriet, als ik mij gewoon laat doordringen hoeveel mensen vermoord worden in dit land, hoeveel mensen kapot gaan in dit land, hoeveel mensen in armoede leven in dit land, hoeveel mensen naar de drank en de drugs grijpen elke dag, hoeveel kinderen en ouderen verwaarloosd worden in dit land. Dus ja, van mij zou je niet altijd een opgewekte boodschap horen, maar ik wil wel realistisch blijven. En ik vind je mag het verdriet en de pijn en de woede mag je pas bespreken als je er ook tegen strijdt. Want anders heeft het geen zin. Dan kun je wel iedereen depri gaan maken en iedereen een tissue gaan laten dragen. Je moet strijden. Als je niet strijdt, dan kun je er ook beter over zwijgen. Maar gelukkig, velen van ons strijden. En we geven niet op, mensen. We laten ons niet kisten. We zijn al gebroken, maar ze kunnen ons niet... niet zomaar vermoorden. Ze kunnen ons niet zomaar in een FEMA-camp stoppen. Ze kunnen ons niet zomaar onze paspoort afnemen en zeggen... ja, zoek het maar uit. Ga maar naar het buitenland. Wij zijn Nederland. Nederland is van ons. En ja, soms denk ik wel eens... we hebben geen toekomst meer hier. Want we leven al in een digitale systeem. We leven al in een digitale gevangenis. En die QR-code linksom, rechtsom... vaccinatie, paspoort, social credit system, klimaatsystem... alles... alles ligt al klaar en alles is al ondertekend. Europese Unie, het wordt een gesloten gebied, maar we kunnen dit nog doorbreken. Dus blijf daar ook vooral mee doorgaan, mensen, om dit hele systeem af te breken. Dit hele corrupte systeem. En ja, ik zal altijd mijn stem laten horen en ik zal altijd berichten blijven delen. Want je bent een klokkenluider of niet en ik probeer toch een klokkenluider te zijn. En altijd te blijven protesteren. Tegen het kwaad, tegen het onrecht. Goeienacht mensen, tot snel. We zijn weer volop actief. Misschien morgen nog niet, maar komend weekend zijn we volop actief weer. En ik ben ook wat meer rust aan het nemen, maar er komen zeker acties aan. Dat kan ik je wel beloven. En het zullen geen vuistslagen in de lucht zijn. Het zullen vuistslagen recht in het gezicht van Satan zijn. Want ik heb Satan voor ogen... En geloof me, hij is nog niet van mij af. En elke christen op de autoriteit van de Bijbel kan Satan heel veel macht ontnemen. En daar hou ik me ook aan vast. Maar het gaat wel met bloed, zweet en tranen en slapeloze nachten soms. En dat je ook gewoon niet meer kan eten soms. Ik heb gewoon vaak veel dagen een eetstoornis. Ik krijg geen hap door mijn keel. Omdat je zo verdrietig bent, omdat je zo pisnijdig bent... Dat je denkt, waarom? Met zoveel goede mensen om ons heen. Met zoveel wakkere mensen om ons heen. En nog slaan we nog geen deuk in een pakje boter. Nog alles wordt er doorheen geboord. En ja, wat hebben we bereikt? We hebben de vaccinatiedwang tegen kunnen houden. We hebben de QR-code kunnen tegenhouden. Dus we hebben ook wel degelijk wat bereikt.
Dus dat wil ik ook niet zeggen. Alleen nu met deze crisis waar we nu in zitten, de Rusland-Oekraïne-crisis, het dendert maar door en het gebeurt niet. En ze hebben nog veel meer voor ons in petto. Dus ja, het is zoals het is, mensen. Ik word hier even in het licht gezet door wat koplampen, altijd leuk. Observatieteam. Nee, het is gewoon een reiziger. Zet hem op, mensen. Blijf elkaar steunen. Blijf ook de positieve berichten delen, de goed nieuws berichten. Want anders is het dweilen met de kraan open.